Even over Wahid zijn nieuwe spinners. Het gevolg van... Wow. Weet je nog dat ik vorige week een vlog had gemaakt over gevoelens en emoties? Toen had ik een mind palace gebouwd. En terwijl ik mijn opslag boven aan het uitruimen was, kwam ik deze twee supervette spinnervelgen tegen. En nu zal je misschien afvragen van wat doet Marnix met twee van die wieldop spinners? Nou, 2 jaar terug hadden we van mijn werk een sponsoractie gedaan waarbij we op de bierfiets heel Nederland door gingen crossen om geld in te zamelen voor moderne slavernij. En toen had ik die bierfiets keihard lopen pimpen en daar horen natuurlijk ook spinners bij. Damn right. Maar zoals mijn oma vroeger altijd zei, de beste dingen in het leven zijn geen dingen. En nu ik er toch niks meer mee doe, hup, bij het grof vuil ermee. Ik merkte dat de velgen, terwijl ik nog geen 2 minuten uit het raam aan het kijken was, echt enorme publiekstrekkers waren. En het is vooral mooi om te zien dat ze op een gegeven moment tot de ontdekking komen dat het spinners zijn. En iedereen ging er wel stuk om. Dus ik dacht, ik zet er een camera op. Ik durf te wedden dat ze binnen 20 minuten weg zijn. Kijk, dat is Wahid. Nee. Ja. Ja hoor. Ja hoor. Bam! In de pocket. Super vet dat mijn maat Wahid die spinners heeft gezien. Hij heeft echt wel een neusje voor stijl. En inmiddels heeft hij ze dus ook op zijn fiets gemonteerd. Echt een prachtige fiets is het geworden. Met dus nu die spinnervelgen erop. Willen jullie dat zien? Willen jullie dat zien? Laat je even horen als je dat wil zien. Nou, ik hoor nog steeds niks, dus ik zet hem maar gewoon aan. Daar woont een hele leuke oranje meisje. Dat was een goeie, Matthijs. Dat was een echt een goeie. Abonneer nu op Jaffa Jaffa! Jaffa Jaffa! Extreem, hè? Mijn e-mailadres is ook extreemmar@hotmail.com. Stuur even een mailtje.